Nou, ten eerste, hoe gaat het met je? Goed, we klagen niet. We proberen alles wat positief te bekijken, zo. Weet wel. We verliezen veel, maar anderzijds hebben we dan meer tijd om de dingen grondiger aan te pakken of de dingen waar we normaal geen tijd voor hebben, ons mee bezig te houden en zo. Dus ik kan momenteel echt niet klagen. We kunnen zeker niet klagen. Met dat in gedachten, is De Doorn, is dat het album waar jullie de meeste tijd aan hebben besteed? Nee, niet echt. Nee. De Doorn is eigenlijk heel onbewust tot stand gekomen. We waren eigenlijk niet bewust dat we een album aan het maken waren. Dat is een beetje het verschil met de vroegere. Omdat dat in functie van bepaalde evenementen was, zo, bepaalde opdrachten eigenlijk. Dus we hebben er ook veel tijd in gestoken, maar op een andere onbewuste manier zo. Maar we hebben wel meer tijd nu om het te promoten en zo, weet je wel, videoclips en artwork en zo'n zaken moeten nu niet tussen tours en optredens door gebeuren, maar kunnen we Ja. de tijd voor nemen. Hoe is dat voor jou als performer geweest om niet te kunnen optreden, om zeg maar dat deel van je creativiteit en want het voelt ook zo, als ik de beelden van jullie optreden zie, het voelt ook als een echte uiting. Dus toen dat wegviel, wat deed dat met je? In ons geval, we waren eigenlijk al 20 jaar bezig non-stop met optreden en toeren. Maar dat we zo centraal Europa wonen, lieten we ons niet toe om te stoppen zo. Like, veel bands brengen een album uit en dan doen ze 2 tours of zo en dan verdwijnen die weer voor 1,5 jaar om een nieuw album te maken. Terwijl bij ons was dat eigenlijk een continu gedoe. En we hadden eigenlijk al eens geopperd tegen elkaar van misschien moeten we eens 6 maanden geen show doen en zo een break installeren. Maar niemand van ons had er zo de ballen voor om het te doen. Dus die COVID-periode in zekere zin besliste voor ons zo dat die break er kwam. Dus ergens hebben we die dan omarmd, bij wijze van spreken. Dus op zich. Voor ons, het live gebeuren is wel een belangrijk gegeven om ons verhaal verteld te krijgen. Zeker energetisch zo, want uiteindelijk zijn wij meer een live band dan een albumband. Anderzijds is het ook een heel fysiek gebeuren. Dus het is eigenlijk heel lastig en intens. En alles doet dan zo wat pijn na een optreden en zo. Dus op zich, dat missen we niet. Ja. Ja, dus in die zin, vooral na 20 jaar het doen van dat, hadden jullie dat ook nodig, achteraf gezien? Kun je daar nu op terugkijken van, oh, dat was wel goed voor ons, ook voor de creativiteit en. Ja, zeker. Het is ongelooflijk dat we nu onszelf, dat we de tijd hadden om dingen grondig aan te pakken zonder dat we 3 andere dingen tegelijk moesten jongleren zo. Dus op zich, voor ons was dat eigenlijk een dankbaar en een goede periode om alles op rij te zetten. We zijn ook bezig met een nieuwe repetitie. Hok te bouwen en al zo'n zaken zo, ja. Dingen die moeten gebeuren, maar dat we altijd uitstelden. Als we dan beginnen over De Doorn en wat ik ervan lees, is dat het voor een deel is voortgekomen uit een aantal optredens, slash vuurrituelen die jullie hebben gedaan. Hoe hebben die, volgens mij waren het er twee, die specifieke optredens, hoe hebben die invloed gehad op de creativiteit richting Doorn en zeg maar dat proces gestart? Sowieso is dat alles bepalend geweest. Dat heeft eigenlijk heel veel. We hadden eigenlijk nog nooit in opdracht van iets gewerkt, buiten onszelf zo. Meestal dus was dat afwachten totdat er genoeg traumatische ervaringen de revue gepasseerd hadden zo. En dan gooiden we ons, beslisten we maken een album. Hey, nu is het moment, we hebben iets te vertellen. En nu was dat in functie van, het waren er 3. Dus eentje was een herdenking voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. En dan hadden we 2 vragen van steden hier in België om een soort van ritueel te creëren voor de inwoners van bepaalde steden, zo. Dus wisten we bijvoorbeeld
En dan komt wat één, we hadden een deadline. Dus we schreven naar een einddatum toe, wat dat we normaal gezien nooit doen. We wisten ook, we werden ook een zekere inhoudelijke richting op aangestuurd. Dus de ene was bijvoorbeeld ja, de oorlog en de heropbouw en het installeren van hoop, de moed vinden om ondanks alle verlies, het waren veel mensen die hun kinderen kwijt waren en zo, en omgekeerd, om dan toch nog ergens de moed te vinden om weer opnieuw te beginnen en zo. Dus dat gaf u richting, dat gaf mij inhoudelijk richting. Dan hadden we de vuurrituelen, inderdaad, daar wist ik van dat de bedoeling was dat mensen zaken gingen verbranden die ze wouden zien verdwijnen in hun leven en zo. Hè. Dus dan richten we ons naar het vuur en richten we ons naar de mensen daar aanwezig en richten we ons naar de nacht. En dus dat stuurde ons, ondanks het feit dat het geen grote omweg was voor ons. Uiteindelijk thematisch zijn dat allemaal verlies en hoop en heropbouw en offers en zo'n zaken. Dat zijn sowieso altijd eigenlijk onderwerpen van onze gelijk welk album eigenlijk. Mm-hmm. En ook, het stuurde ons ook naar het gebruik van de Nederlandse taal, omdat eigenlijk lokale gebeurtenissen waren. En dat 90% van de mensen daar Nederlandstalig of Vlaams gingen zijn. Dus vandaar ook al die dingen stuurden aan op de doorn eigenlijk, zoals hij nu is. Ja. Voor jou als tekstschrijver, wat bracht het schrijven in het Vlaams of in het Nederlands jou? Goh, een nieuwe inspiratie. Een nieuwe blokkendoos, wil je wel spreken, dat ik krijg om mee te gaan bouwen en zo. Voor een of andere reden heb ik dat heel lang uitgesteld. Omdat ik, ja, zoals veel mensen, soms de eigen moedertaal niet serieus neem of zo. Of niet zie functioneren in de muziek. Doorheen de laatste jaren begon ik geleidelijk aan door verschillende zaken het potentieel van de eigen taal in te zien. En het was een dankbaar gegeven natuurlijk. Je kon uiteindelijk, je vocabularium is veel breder, je kunt veel makkelijker rijmen, je kunt veel dieper gaan en zo ja, poëtischer zijn dan in een taal dat je niet echt 100% machtig bent. Dus op zich voor ons was dat wel een verrijking om dat te kunnen doen. Ja. En dit poëtisch karakter, want dat hoor ik ook echt terug in de tekst. En om een klein voorbeeld te geven uit Voor Immer, speel je met bijvoorbeeld het woord toeverlaat me niet. En dergelijke spelingen. Het deed mij heel erg denken aan, heb je ooit eerder Nederlands geschreven of gedichten of gedachten op papier gezet? Niet veel. Dat is zo de eerste jaren zo dat begint te komen. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel interessant. Want merk je dan ook dat, nou, zoals je zegt, dat veel van jullie muziek gaat toch over een soort van wanhoop en dan je weg terugvinden en door proberen te gaan en dergelijke. Merk je dat de Nederlandse taal je ook andere inzichten heeft gegeven op dit gegeven of op deze thema's? Goh, dat is heel raar. Ergens ja, je vult dezelfde, de essentie blijft hetzelfde, mm-hmm. maar je kleurt het in met andere kleuren, zo, weet je wel. Ergens vind ik het mooier, zo. Oh, het is zo raar om te zeggen over je eigen woorden, zo, maar het klinkt allemaal diepgaander, zo. Je kunt zo meer de schoonheid van het donkere gaan highlighten, zo. Ik weet het niet. Je kunt zo, ja, dieper en grondiger gaan uw beelden scheppen, zo. Weet je wel? Inderdaad, dat spelen met die woorden, dat is iets dat ik eigenlijk nog, dat ik ook deed in het Engels, maar veel minder makkelijk kon, zo. Weet je wel? En in dat Nederlands zie je zoveel meer, als je aan het schrijven bent, zie je zoveel meer mogelijkheden. Met die ene zin bijvoorbeeld. Je kunt die uiteentrekken en gewoon en daarmee beginnen werken. Ook samenstellen van nieuwe woorden, zo, weet je wel. Ik oog een troost en de evenmens, zo. Je krijgt dat allemaal niet vertaald. We hebben pogingen gedaan om dat te vertalen voor internationale pers en zo. Maar je kunt zo niet echt duiden wat er zo speciaal is aan dat ding, zo. Het is ook een heel archaïsche, oud klinkende taal, zo. Het is gelijk, zo. Het heeft zo een soort van
ja, respectabel karakter, zo, weet je wel. Maar dat is ook zoiets dat je heel moeilijk, ja, uitgelegd krijgt. Zo. Maar als Nederlandstalige hoor je dat wel, zo, weet je wel. Nee, dat grappige is, in ieder geval voor mij ook, dat ik op latere leeftijd kan ik meer zien in de Nederlandse taal. En ook bijvoorbeeld in de Duitse taal. Vroeger klonk het allemaal heel oudbollig voor mij. En... Ja, wel, bij mij ook. Ja, bij ons ook. Wat gaf jullie het vertrouwen dan om hiermee door te gaan? Want zoals je zegt, ja, het ligt natuurlijk heel erg dicht bij jullie, maar jullie hebben natuurlijk al een grote scharing internationale fans ook. Ja, voilà. Uiteindelijk, ook het feit dat uiteindelijk de eerste plaats was op Relapse Records. Dat is eigenlijk, ja, een van de grootste internationale metal labels. Hadden we zoiets van, ja, misschien is het echt wel de uitgelezen, maar ik kon ook bijvoorbeeld alle Nederlandse tekst eraf gezwierd hebben en Engelstalige tekst gemaakt hebben ervoor. Maar ik wou dat bewust niet, omdat zo in mijn hoofd klopte het om nu met onze grootste internationale release juist omgekeerde te doen en het net zo nog meer op ons te trekken. Zo. En zo de, ja, onze identiteit en onze... we zijn wie we zijn en we zijn, ja, anders dan de meeste bands in ons genre. Ja, we zijn van België. En zo konden we echt onze voet neerzetten zo in de aarde zo, en duiden waar we voor staan op een betere manier. Maar het is wel een feit, ja, de Nederlandse taal is zo, had, ja, geen credibel karakter tot nu bijna. Ik ben nu 40, want het is maar nu dat ik het potentieel ervan inzag. Terwijl dat vroeger dat linkt zo met van die platte slagers en zo toestand, weet je dat zo. Maar uiteindelijk, in onze taal heb je inderdaad wel, ja, ook gewichtigere en poëtisch eigenlijk goede dingen. Like, ja, ik neem nu de kleinkunst of sommige singer-songwriter dingen. Als je uiteindelijk de credibele Engelstalige gaat vertalen, klinkt dat ook eigenlijk soms heel random, zo wat dat ze aan het vertellen zijn. Maar dat accepteren we makkelijker dan als het in onze eigen taal is. Zo. Ja. Dus, maar de schrik zat erin. In die zin, we waren overtuigd van dat we iets gemaakt hadden dat heel authentiek was, of authentieker dan ooit tevoren. Maar ja, we twijfelden wel van, shit, wat zal de niet-Nederlandstalige daarvan vinden? Hè? Zal de essentie van ons betoog nog altijd overkomen of niet? En nu met, ja, met dat eerste nummer en die videoclip te gooien, zo, ja, merk je wel dat blijkbaar een goede beslissing geweest is. Zo. Maar we twijfelden natuurlijk wel. We waren overtuigd van dat wij iets gemaakt hadden dat goed was. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat de mensheid volgt. Zo. Ja. Nou, van wat ik zo kon lezen qua comments en dergelijke, de emotie komt nog steeds binnen. Dus, en ik neem aan dat dat het belangrijkste is. Ja, zeker. Denk, het gevoel waarmee je de mensen achterlaat is nog altijd het doel aan zich. Ja. Als laatste over de taal dan, voor jou persoonlijk, want ik kan me voorstellen in het Engels... kun je je misschien ook wat makkelijker verstoppen achter dingen. En in Nederlands komt het nog dichterbij, zoals je aangeeft. Dus waren er nog twijfels van, dit gaat wel heel diep? Nee, ik heb eigenlijk nooit echt schrik gehad om mijn dekking te laten zakken. Zo. Ergens had ik zoiets van, ik weet niet. Ik vrees geen misbruik van vertrouwen of zo, of whatever. Ik zie eigenlijk die kwetsbaarheid meer als een wapen. Uiteindelijk... durven je kwetsbaar opstellen getuigt ook van een zekere moed. En dus voor mij is dat dubbel. Dat boezemt mij niet echt angst in. Zo. It is what it is, weet je wel. En ik denk dat dat juist het mooie is aan Hansons verhaal, dat we dat durven en dat mensen dat appreciëren en daar eigenlijk, ja, dat redelijk snel omarmen of vaak omarmen. Zo. Okay. Nou, laten we dan wat meer op de nummers ingaan, want hoe ik het heb gehoord, het is echt een geheel voor mij. Met een goede opbouw in het eerste nummer. En het gaat, hebben jullie dat ook op die manier gecomponeerd en gearrangeerd? Van dit hoort soort van als geheel gehoord te worden? We zien het echt als een soort van luisterverhaal bijna. Dat in één ruk, je weet wel, liefst alleen bij zo'n spreken in uw auto ten volle incasseert zo. En ergens moet je je aandacht er wel bij houden zo, denk ik, om het ganse ding te kunnen binnenpakken. Het is zeker bedoeld om een aaneengeschakeld geheel te zijn, zo, ja. Ja, want muzikaal begin je dan met Ooggetroost.
is er een opbouw bij dat halve nummer? Is een soort van een opbouw naar die explosie? En dat is ook iets, en dit hebben jullie natuurlijk altijd wel gehad in jullie muziek, maar die dynamiek, hoe belangrijk was die deze keer om te spelen en dat contrast? Ja, wel, dat was heel belangrijk. En anders ook, onze gitarist Lennart Bossu heeft eigenlijk het grootste deel van die plaat geschreven, eigenlijk. Hij zei ook dat dynamisch het ook anders aangepakt werd, in die zin dat we moesten iets begeleiden. Het was niet zo wij die ons verhaal losstaand gingen gaan vertellen. Dus we wisten dat er bepaalde handelingen gingen gebeuren in functie van een vuur en daar beantwoordde de muziek aan. Dus vandaar ook dat ook een zeer uitgesponnen iets is. En ja, soms duren zaken nog langer dan dat ze al duurden bij een normaal Amen-Ra-nummer, bij zo'n spreken. Omdat we dat durven loslaten, zo, die angst van te moeten blijven boeien of zo. Dat we zoiets hebben van, oké, het is een functie van een verhaal. En daaraan beantwoorden eigenlijk. Dus dynamiek is zeker belangrijk. Hè? Dat is gas geven. Mensen bijna gaan doen verstikken aan informatie en volume en intensiteit. Om dan terug gas terug te nemen en de mensen weer toe te laten op adem te kunnen komen. Of weet wel, om terug weer op te bouwen naar een volgend ding. In plaats van constant te blijven inbeuken. Dat kan ook, maar ik wil zeggen, je verliest gewoon de kracht van je muziek daardoor, door niet tactisch het is geven en nemen. Er moet een zekere balans zijn, zodat je niet één omvervalt van de verveling en anderzijds dat je ook niet te veel info op je afgeschoten krijgt dat je niet meester kunt. Weet je? Dat is eigenlijk constante balans opmaken, ja. Ja, en wat je nu noemt, ik kan me voorstellen dat live ook heel erg werkt. En nu leven we op een moment nog, nou, we zijn aan het einde hopelijk, aan het staartje, dat er geen live shows zijn. Maar zat dat in jullie achterhoofd? Want ik kan me ook voorstellen dat dit ook echt, vooral met gezien het soort van ritualistisch karakter dat jullie show soms heeft, dat het heel goed daarbinnen past. Mm-hmm. Ja, sowieso. Maar is dat een verlengde van de aanpak en zo was allemaal anders en zo, maar uiteindelijk in essentie hebben we hetzelfde gedaan als dat we altijd doen. Het is een soort van de richting is veranderd, terwijl we vroeger meer als groep vrienden vochten tegen alles die ons naar beneden trok in een leven, bij zo spreken, is het nu meer like een overzienende relatie. Dat we al de mensen aanwezig aanspreken en dat meer een collectief gegeven is waar veel meer mensen in betrokken zijn. Zo. Maar nu, ja, de tijdsgeest, het is wel een bewuste keuze om dit nu uit te brengen in het midden nog van die pandemie, in plaats van te wachten tot het overgewaaid is. Zo. Omdat in essentie onze muziek dient net voor zo'n situaties. Weet je? Het is de meest ingrijpende gebeurtenis in ons luxueuze westerse samenleving. Zo, hè. We hebben niet veel. We zijn heel gelukkig te prijzen met de laatste decennia. Zo. Er gebeurt quasi niks opzienbarend in ons klein centraal-Europees land. Mm-hmm. Dus voor ons was dat wel oké, hier moeten we iets mee doen. Dat is eigenlijk echt een collectief gebeuren waar eigenlijk iedereen's levensvisie door elkaar gewankeld wordt. Zo. Dus is dat ideaal voor ons. En er is ook nog nooit zo'n grote solitude geweest en gemis van menselijke warmte om je heen en zo. Dat is sowieso altijd belangrijke dingen geweest en gelijk welke plaat dat we doen. Dus uiteindelijk viel dat wel allemaal samen voor ons nu. Is dit wat je nu noemt, is dit waar een nummer als De Evenmens ook vandaan komt, waar je soort van op zoek gaat, en misschien, dit is gewoon misschien alleen mijn interpretatie hoor, maar waar je soort van op zoek gaat naar waar wij ons als mensen bevinden, wat onze plek in de wereld is of iets dergelijks? Nee, ja, inderdaad. Ik denk dat nu veel mensen meer semi-beetje verplicht zijn om hun leven te gaan analyseren.
weet wel, wat vond ik belangrijk, wat is er eigenlijk belangrijk, doe ik die job wel graag, bla bla bla. Dat zijn allemaal vragen die eigenlijk op onze tafel terechtgekomen zijn zonder, ja, zonder dat sommige mensen daar bewust mee bezig zijn. Maar ik denk, ja, de mensen die sterk waren en er in een boog omheen lopen, werden nu toch zo in een hoekje geduwd om toch maar eens na te denken. En ook qua solidariteit en empathie onder de mensen en al die dingen zijn heel, heel aangescherpt en zijn opeens heel aanwezig in de hedendaagse situatie. Dus moet ik denken wat dat de vraag nu juist was. Wacht even. Gewoon meer waar een evenement vandaan kwam en zeg maar ja. dat idee van de plek in de wereld. Dat zoeken, hè, ja, dat constante zoeken. Nu, de ene mens is daar meer mee bezig dan de andere, maar ik merk wel in veel mensen rond mij dat toch leeft. Like de midlife crisis bij sommigen is daar al een heel goed voorbeeld van, dat zo even een apotheose van die zoektocht wordt, of zo de laatste strohalm om beslissingen te nemen of zo. Dus die zoektocht is sowieso aanwezig, weet je wel. Maar inderdaad, het werd gehighlight. En ik zeg het, die taal in die teksten en in die muziek is zo heel, biedt zo'n soort van overzicht. Zo, het is niet meer een concreet mens, persoon die aan het praten is, maar het is zo'n alles overkoepelende stem die zo, ja, zijn wijsheid probeert te delen of zo, weet je wel, of zo'n beetje richting te geven aan zaken. Zo. Dus ja, dat is de evenementen daar inderdaad een goed voorbeeld van. In het afgelopen jaar ben je zelf ook tot... want je lijkt me, en ik ken je natuurlijk niet, maar je lijkt me als iemand die wel vrij veel reflecteert. Maar het afgelopen jaar, heeft dat jou zelf ook tot nieuwe inzichten gebracht? Over jezelf en over je creativiteit en... Ja, tuurlijk, zeker. Ik denk dat de mens heeft af en toe nodig. Zo, ik noem dat altijd zo van die momenten waar de voorhamer tegen je kop slaat. Zo, waar dat alles even gelijk getrokken wordt en dat je even beseft wat is er nu eigenlijk echt belangrijk voor mij en wat was er eigenlijk een illusie. Zo van, dat je zit dan zo op de trein van het leven en je denkt dat sommige dingen belangrijk zijn terwijl dat ze dan eigenlijk niet belangrijk zijn. En ik denk om de zoveel jaar heeft een mens dat zo'n keer nodig om terug te resetten, zo, weet je wel. En dit is nu ook een milde versie daarvan, vond ik. Zeker met de band ook, dat we zo die pauze ingelast kregen, dat we merkten dat we creatiever waren, dat we merkten dat we er ook deels van genieten om niet zo'n haastige agenda te hebben en effectief wat meer tijd met de families en de kinderen kunnen doorbrengen en zo verder en zo voort. Dus dat zijn vooral de zaken die mij duidelijk geworden zijn, zodat dat allemaal wel zijn nut heeft en in schoonheid bijdraagt zo in het leven, weet je wel. Ja, het niet vergeten te leven naast wat soort van je werk ook is, als het ware. Ja, hoe fantastisch het ook kan zijn. Ja. Hè? Maar je denkt dat al die dingen belangrijk zijn. Hè? Overal ja op zeggen en overal invliegen totdat die agenda overvol is en je eigenlijk semi tegen burn-out hangt te bengelen zo. Ja. In functie van iets doen dat je graag doet. Dus dat is er ook niet echt zo. Hè? Dat is zo'n beetje de drive en ook zo die druk van de samenleving om te blijven gaan en te blijven presteren. Met dat in de achtergrond, want ja, het is natuurlijk ook wel relatief gezien de soort muziek die jullie maken, maar heb je zelf ook een druk die je jezelf oplegt qua kwaliteit en qua output als het ware? Ik denk de zotste druk wordt door onszelf aan onszelf opgelegd. Zo. Zeker omdat, ik heb dat ook al vaak in interviews gezegd, zo van, ik leef zo in de waan dat ik niet zo super oud zal worden. En dan is zoiets van, ja, als je verhaal moet verteld worden, dan is het nu en dan moet je er alles uitsleuren wat je kunt. Maar je mag dan niet vergeten wat dat er echt belangrijk is. Dus in functie van zo dat leven volstampen met pseudo-zinvolle creaties, bij wijze van spreken, ja, moet je ook niet vergeten met gewoon tijd door te brengen met mensen die je graag ziet, bij wijze van spreken. Dat is anders ja, wringt dat schoentje een beetje zo, ja.
In die zin ben je bezig, en misschien niet hoor, maar omdat je dat, want ik heb dat ook van je gelezen, dat je wel eens gezegd hebt van ja, ik verwacht niet super oud te worden. Ben je ook bezig met je nalatenschap in die zin? Ja, ik denk dat Amin Ra daar een heel goed voorbeeld van is. In die zin dat, ik zeg het ook al gezegd, alles is in essentie een verscholen of verdoken afscheid. Zo. Je bent constant uw mening aan, of ik toch, zo mijn, ja, die soort van gidsende informatie die zich in de nummers verschuilt, zo, is ook zo in functie van als ik dan ooit sterf, dat de mensen die ik graag heb nog altijd kunnen vertrouwen op hun vriend van vroeger of op hun vader of weet je wat, mijn kinderen dan naar hun vader toe als ze mij vragen zijn. Hopelijk kunnen ze dan naar teksten lezen of boeken of nummers van ons luisteren en zo tot een antwoord komen op hun vraag. Weet je. In mijn geval, met mijn vader die vroeg verdween, zitten in uw mensenleven dan toch soms met vragen omdat je denkt van shit, het ging wel handig geweest, dan moest ik nu eens kunnen checken bij pa hoe hij het ging aangepakt hebben. Of, want uiteindelijk, ja, word je wel wat wijzer met de jaren als mens, weet je wel. Dus die ervaringen, ja, die info sla je op en neem je mee en leer je uit natuurlijk. En, ja. Anyway, dus in die zin, dat nalatenschap is hoofdzakelijk alles wat dat, ja, is eigenlijk alles. Ja, dat is eigenlijk... Oh, dat is wel interessant. Want, nou, misschien is dat een rare overgang dan, maar nou, zeg maar het idee van de doorn, en ik weet niet of dit vanuit de Bijbels, de doornenkrans, of dat daar vandaan komt, maar en het gloren, daar kwam dat voor mij ook veel terug. Ik heb een stukje tekst opgeschreven: jouw kroon, mijn zoon, een gouden gewei, jouw toorn, mijn zoon, de doorn in mijn zij. Waar kwam dat stukje tekst vandaan? Ja, ik weet het niet. Ja. Ook weer reflecteren over het vaderschap, zo denk ik. Weet wel. Uiteindelijk de fierheid dat je hebt over je kind is onvergelijkbaar met iets anders. En anderzijds, als kind ten opzichte van een ouder, heb je dat ook, een zekere hunkering naar ja, je wilt dat je ouders fier zijn op je, of je wilt dat ze ergens dat je ze niet teleurstelt, weet je wel? Dat je zo dingen doet waar ze achter staan. En dus in die context, en dat weet je ook, dat weet ik ook bijvoorbeeld wat mijn mankementen zijn als mens, die ook deels genetisch doorgegeven zijn van mijn vader aan mij. Waarvan dat ik iets heb, want de kans is groot dat zij dat ook wel in hun bloed zullen hebben. En die toorn en die impulsiviteit en agressiviteit soms, die zich als jongere uit. Ja, de doorn in mijn zij, zo, ja, dat is iets dat ik persoonlijk doorgeef aan u en je moet het ermee doen. Als jong mens, weet je wel. En dat zijn allemaal dingen waar je moet leren, dat je moet leren een plaats geven doorheen een mensleven. Dat zijn ook dingen die vaak voor de mindere momenten in je leven zullen zorgen. Maar ergens weet ik al dat ze aanwezig zijn, maar mijn kinderen niet, weet je wel. En dat zijn al zo'n bedenkingen die dan in die teksten sluipen. Dat geldt nu voor mij persoonlijk. Maar uiteindelijk hoop ik dat het iets persoonlijks kan betekenen voor een individu die het leest en hoort. En dat zij er dan het hunne kunnen van maken. Weet je wel, uiteindelijk hun inhoud die ze eraan geven is belangrijk voor hen. Weet je wel? En die van mij is enkel belangrijk voor mij eigenlijk. Weet je wel? Het is wel interessant om te weten, maar uiteindelijk ja, heb ik er alleen iets aan die uitleg. Nee, maar dat is, nou, twee dingen. Eentje is misschien heel kort, makkelijk te beantwoorden. Maar want ik weet niet hoe oud je kinderen zijn, misschien zijn ze nog veel te jong. Maar zijn dit al gesprekken die je begint te voeren met je kinderen? Of wacht je daar nog even mee? Dat sluipt er wel al in. Van jongs af zijn er nog maar 10. Dus uiteindelijk heel veel levensbeschouwelijke
gesprekken heb je daar niet mee met een 10-jarige. Maar geïnstalleerd wel al een realiteit dat bijvoorbeeld in mijn, in mijn jeugd niet geïnstalleerd werd. En dat is het feit dat, dat ouders een eindig gegeven zijn, weet je wel. En dat dat, dat dat niet noodzakelijk zal zijn als ze hoogbejaard zijn, weet je wel. Dus de kans, gewoon ja, ze toch wel alert maken voor de mogelijkheid dat ja, dat er een van ons op een gegeven moment wegvalt, ook al zijn ze nog niet op, op een volwassen leeftijd, bij wijze van spreken. En dat, dat, zo sluit zich dat wel zo. En als ik over mijn vader spreek, en ik duid wel veel zaken op een kinderniveau, zo weet je wel. Ja, want ik heb een stukje... ja, ik weet niet of het, erbij past, maar in For Immer, helemaal op het eind, het eeuwige komen en gaan verblijft. Want dat vond ik dan wel interessant, want dat, is, nou, dat kan natuurlijk ook slaan op de dood van de circle of life, zo te zeggen. Ja. Waarom is dat, en ik kijk er ook zo naar, ik zie het als iets moois, maar waarom kijk je er op die manier naar? Gewoon, ja een intrinsieke dankbaarheid zo, voor de schoonheid van het leven ook. In zijn glorieuze momenten, weet je wel, die schaarser gezaaid zijn dan momenten van miserie en tegenslag. Maar ja, het eeuwige komen en gaan, dat is inderdaad een cirkel, dat is inderdaad een golfbeweging, weet je wel. Een diep dal wordt, als je daarnaar streeft en probeert, uiteindelijk wel... gecounterd door een hoogte, weet je wel? Door een, door een moment van geluk. Soms moet je wel een lange rit uitzetten, weet je wel? En die rit is niet altijd de aangenaamste, maar het is dat eeuwige komen en gaan. Die flow, ebb en flow, dat is ook zo typisch voor onze muziek, hè? Die donkerte en dat licht. Het zijn altijd die twee tegenpolen die we proberen tegen elkaar op te zetten. En verblijd ook... Ergens ook een soort van aansporen tot genieten van die momenten. Ook weer dat stilstaan erbij van, kijk, als er een moment is waar dat er een keer niet te veel tegenslaat, wees blij, zo, geniet ervan. Neem je tijd zo, weet je wel. En dat is zo'n beetje de inslag van dat zo. Ja, wat je eerder aangaf van natuurlijk is dit jouw persoonlijke interpretatie van veel van die dingen, maar zodra je het loslaat, dan wil je natuurlijk ook dat andere mensen er wat in kunnen vinden. Dat gegeven, vooral als beginnende muzikant, wat deed dat met je? Dat je mensen kon raken met muziek? Ja, dat blaast u omver zo, weet je wel. Ik had natuurlijk ook altijd wel doorheen mijn jeugd en leven zo momenten gehad waar ik intens connecte met andere mensen hun muziek. Mm-hmm. Dat het aanvoelde alsof het voor mij geschreven was en weet je wel, dat dat zodanig veel losmaakt in een mens. Maar ik had daar nooit bij stilgestaan dat wij dat potentieel ook wel ooit eens gingen kunnen doen, weet je wel. Dat leek mij zo het summum van... het artistiek medium muziek. En dat is dat er iemand echt energie en kracht en herkenning kan halen uit uw muziek. En dat is, voor mij is dat toch wel het mooiste compliment dat er is als muzikant, weet je wel. Zo, leuk nummer of het album klinkt mooi, tof, weet je wel. Maar dat is zo... Ja, dat is ook mooi, hè? Daar niet van. Maar het feit dat er zo ja, iemand kan raken tot in het diepste van hun ziel zo, en mensen bijna voor hun leven lang, dat ze bijna hun eeuwige trouw zweren aan een band, louter daarvoor. Ja, dat is echt wel... dat gaat je petje te boven als mens. Zo van, omdat er daar ook geen blueprint voor staat, voor bestaat. Dus hoe dat komt, kunnen we ook niet weten en kunnen we ook niet... nastreven, in zekere zin. Het is niet zo dat, ja, dat we de formule gevonden hebben en dat nu kunnen doen zo. Maar denk, ja, oprecht zijn en een oprecht verhaal vertellen, dat wel de keystone is tot zo'n uitkomst, denk ik zo. Maar dat is, ja, dat is mind-blowing, hè. Als laatste dan, wat is een opmerking of iets wat je gehoord hebt van een fan of van iemand die je muziek heeft gehoord, die is bijgebleven? Is er iets dat eruit springt voor jou? Wat mensen over jouw muziek hebben gezegd? Goh,
Ik kom altijd terug naar waarschijnlijk een van de eerste mensen die ooit zo... En dat was een Nederlander ook. Ik ben zijn naam vergeten. Ik denk dat het Bas was, maar het is echt al 15 jaar geleden waarschijnlijk. Ik denk dat hij gemaild had om te vragen op voorhand van, zouden jullie dat nummer willen spelen? Hij mailde van, ik kom naar dat optreden, zou je dat nummer willen spelen? Dat betekent heel veel voor mij. En dan had ik gereplied en dat hij zo teruggezonden. En dan kwam erop neer dat hij een kindje verloren had. Hè, en aan ziekte. En dat dit bepaald nummer hem zo de kracht gegeven had om dat aan te kunnen. Of te kunnen dragen. Zo. En ik word daar zo nog altijd emotioneel van. En dan was hij daar op de optreden. Ik sta meestal na het optreden sta ik meestal aan de merch. En opeens stond hij voor mij en zei, hoi, ik ben Bas of zo, vermoed ik dat het was. En we keken elkaar in de ogen zo. En hij begon... Ja, en we hebben dan gewoon elkaar vastgepakt. En hij stond gewoon te wenen, te schreien in mijn armen zo. En ik was ook geëmotioneerd zo van heel dat ding. En dat was de eerste keer dat zo intens zich geuit had zo. En dat is iets dat mij altijd zou bijblijven... En toen dat we naar huis reden in de van ook zo, dat we zeiden van ja, er stond gewoon ja, een wild vreemde in mijn armen te wenen. Zo, weet je, een volwassen vent dat ik niet ken door onze muziek. En dat was wel zo ja, een oogopener voor ons. Het potentieel van onze muziek en de kracht van onze muziek duidelijk werd. En dan hebben we zo echt... Ja, dat ons ding gemaakt van oké, dat is het wat we altijd wouden en dat is wat we willen en dat is waar we voor gaan. Ook al is het niet onze beste dag en zo, toch geven we alles dat we hebben in ons om dat te kunnen raken. Zo. Die zou... Ja, dat is bijvoorbeeld een zot, dat was een zot momentje. Ja, heel mooi. Ja. Eén gedachte dan nog. Wat brengt het jou zelf? Geeft het jou zelf ook een soort... hoe moet je dat zeggen? Catharsis gebruik ik vaak in het Engels. Geeft het jou ook een soort van... Maar catharsis vind ik een moeilijk woord. Dat is inderdaad zo het woord die gebruikt wordt. Maar doorheen de jaren heb ik zo gemerkt dat er daar zo verschillende invullingen van zijn. Het is een gevoel van ontlading. En het ene uitzicht bijvoorbeeld in het gevoel quasi onoverwinnelijk te zijn op een podium. Zeker in de heel luide en krachtige passages van Amen Ra is dat vaak een gevoel dat geëvokeerd wordt zo. Dat is echt dat je zo aan het vechten bent tegen een onzichtbare tegenstander en dat je echt alles aan kunt. Dat je zo op het summum van je krachten bent. Zo. Dat is een heel gek gevoel. En dat is zoiets heel moois dat als resultaat uit die muziek en die live ding komt. En dan heb je ook die momenten dat die heel triest en droevig en klein en minimaal breekbaar kunnen zijn. Dat je in een zaal met duizenden mensen bijvoorbeeld, dat iedereen op hetzelfde moment hun adem bijna inhoudt. Zo, en dat het muisstil is. In een zaal van duizenden, zo, dat is heel onnatuurlijk en onmenselijk. En dat zijn zo die momenten die echt magisch aanvoelen. Dat is ook een soort van ontlading om daar dan uit te komen met die mensen naar dat andere punt. Zo. Dat is echt een heel dankbaar medium, die muziek. Zo, ja. En dan in het schrijfproces het constant bezig zijn met just die... Donkere zaken in ons leven zorgt ervoor dat die actieve beleving van al die gebeurtenissen eigenlijk als een soort van therapie werkt, een soort van helend karakter heeft, waardoor dat je al die zaken veel makkelijker een plaats kan geven in je leven. Zo. Beetje echt vergelijkbaar letterlijk met therapie en wekelijks actief over praten en zo kom je tot inzichten en zo kom je tot acceptatie van al die situaties en zo. Dus dat zijn allemaal aspecten zo, die rond die catharsis rond die beleving hangen zo. Nee, maar het is wel mooi dat muziek voor niet alleen het publiek, maar ook voor de maker die rol kan vervullen in zekere zin. Colin, mag ik jou bedanken voor je tijd?
Jij, Ben, bedankt. Bedankt voor de hulp om alles Ja. eruit te krijgen. Zo, ja. Ja, dan ik zag dat er al. Ik weet niet of het met potlood is, maar wat data weer op de agenda staan en zo. Dus Ja. het begint weer te lopen. Kijk je er ook Slowly echt but naar uit? surely. Ja, het begint wel. Het mag wel zo gewoon, ja, Ja. voor eigenlijk ook vooral omdat we weten dat het wat tijd zal duren voor we het weer gewoon zijn. Zo een Ja. anderhalf jaar eigenlijk eruit is zo'n beetje onwennig. Ja. Maar ja, Nou, is goed, hè? het is in ieder geval mooi dat het weer van start lijkt te gaan. Dat geeft ons allemaal Ja, hoop, zeker, denk ik. zeker, zeker. Ja. Ja, nogmaals heel erg bedankt. Ik hoop dat alles goed komt met de plaat. Ja, het zal wel. Ik geloof erin. Hey, merci voor de hulp. Ja, Dankjewel, alsjeblieft. dankjewel.